Hartelijk welkom. Dit is het RTVA Nieuws van maandag 7 december. Het zal de komende jaren blijven kwakkelen met lijn 51 en daarvoor biedt de directeur van het GVB, Inger Vermeulen, de excuses aan de reiziger. Wel probeert het GVB storingen sneller te verhelpen door extra onderhoudsploegen op station Zuid in te zetten. Helaas hebben de reizigers op lijn 51 het zwaar te verduren gehad. Dus uitval, vertraging en volle voertuigen. En soms ligt het aan ons, maar soms ook niet. Door bijvoorbeeld een grote stroomstoring die recentelijk is geweest, dan kunnen wij daar niks aan doen, is de overmacht. Maar helaas moeten wij ook erkennen dat onze dienstverlening op lijn 51 niet is zoals wij naar onze reizigers willen hebben. Lijn 51 is een hele kwetsbare lijn. Dus het is een unieke combinatie van in het begin een metro wat omklapt naar een tram. Waarbij in eerste instantie tijdens een metro de stroom beneden vanaf de derde rail komt. En omklapt naar een tram waarbij dan de stroom vanaf de bovenleiding komt. Dat in combinatie met toestellen die of voertuigen die hun einde levensduur naderen. En dat betekent dat we daar inderdaad echt een uitdaging met elkaar hebben om gewoon die toestellen op de baan te houden en voor de reizigers zo goed mogelijk in te zetten. De lange termijn oplossing is natuurlijk de Amstelveenlijn. Daarvoor heb je ander soort voertuigen nodig. En dat betekent dat nu nieuwe voertuigen voor deze omklapconstructie niet interessant is. En betekent wel dat we voor de reiziger andere dingen doen om zo goed mogelijk toch de dienstverlening op orde te houden. En dingen waar je dan aan moet denken is, aan de ene kant gaan we meer monteurs inzetten om het onderhoud voor deze oude toestellen, voertuigen, gewoon goed op niveau te houden. En wat we daarnaast doen is dat we een soort van technische EHBO-post in Zuid gaan inrichten, precies de plek waar het systeem opklapt. Aan de ene kant, als er dan een storing ter plekke is, kan die sneller verholpen worden. Maar we kunnen ook zeg maar, het omklappen beter begeleiden. Dus die specialistische teams, echt een technische EHBO-post, kan daarvoor ingezet worden. Dus dat is ook in ieder geval iets wat we gaan doen naast die monteurs. En we zullen ook zorgen dat we de reisinformatie naar de reiziger zo goed mogelijk gaan doen. Dus al is de dienstverlening niet op peil, dat de reiziger in ieder geval weet waar hij aan toe is op dat moment. Met de implementatie van de Noord-Zuidlijn heeft dat eigenlijk een extra belasting op ons hele metronetwerk. En ja, er zit een relatie tussen de lijnvoeringen van de metrolijnen. Dus dat betekent dat helaas elke lijn heeft een effect op een andere als daar iets mee gebeurt. We moeten met name voertuigen extra omtrekken om ze geschikt te maken en gereed te maken voor de veiligheidssystemen van de Noord-Zuidlijn. En dat vraagt echt weer extra inspanning van ons. Helaas wordt het echt een uitdaging om de dienstverlening voor die reiziger op peil te houden. En ik ben bang dat de reiziger echt nog last van zal houden. Hè. Vandaar ook echt oprecht onze excuses. Want we weten hoe vervelend het is als je elke dag afhankelijk bent van het openbaar vervoer en naar je werk of naar je school moet. Maar helaas zullen er nog problemen zijn. Wij zullen er wel alles aan doen om zeg maar, op de korte termijn, maar ook vooral op de lange termijn oplossing dat proberen op te lossen. Het was weer spannend vandaag voor de eigenaren en medewerkers van restaurant Aan de Pool. Krijgen we er een ster bij of wordt er eentje afgepakt? Smulpapen in Amstelveen kunnen in ieder geval opgelucht ademhalen. Het restaurant Aan de Pool behoudt zijn 2 sterren. Chef-kok Stefan van Sprang en maître sommelier Robert Veuger konden ook dit jaar de samenstellers van Michelin Gids overtuigen. Aan de Pool mag al sinds 2012 2 sterren voeren. Wethouder Raad heeft het plan om nieuwe straten in Amstelveen te vernoemen naar Amstelveeners die veel voor de gemeenschap hebben betekend. Kijkers kunnen hun suggesties insturen. Herbert Raad, u heeft het idee gelanceerd om straten te gaan vernoemen naar bekende Amstelveeners. Waarom? Nou, Amstelveen is bijna af, hè, want we kunnen nog 2 woonwijken bouwen. En dan zijn alle straten, ja, die staan er dan. En ik zou het zo'n mooi idee vinden om mensen die heel veel betekend hebben voor onze stad, voor Amstelveen, ja, om die eens een keer naar de eer te geven die ze verdienen. En heeft u al suggesties ontvangen? Net nog een dochter die haar vader voordroeg, die allemaal goede dingen gedaan heeft in Amstelveen. Peter Post is al een aantal keren langs gekomen en ook anderen. Dus ze stromen binnen, ja. Kunnen mensen u bereiken met suggesties? Ja, mensen kunnen me altijd een mailtje sturen. Dat kan over alles zijn, maar dat is gewoon h.raad@amstelveen.nl. Vanaf 13 december zal een busmaatschappij Connection met nieuwe dienstregelingen gaan werken. Voor Amstelveen zal niet veel veranderen. Wel wordt halte Icarus-laan aan de Keizer-Karelweg opgeheven. Bij deze halte stopten onder meer de lijnen 149, 172 en 272. Voor uitgebreide informatie kunt u kijken op de website of de nieuwe app die Connection heeft gelanceerd. Deze wintermaanden zetten onder andere de politie en de gemeente in op het zogenaamde donkere dagenoffensief. En wordt dan extra veel aandacht besteed om het aantal woninginbraken tegen te gaan. Onze verslaggever Nicolas Kok mocht meerijden met een surveillance van de politie. Om eens in beeld te brengen hoe de politie met het donkere dagen offensief omgaat. Na het journaal zou deze uitgebreide reportage te zien zijn.
Hier alvast een korte teaser. Aanstaande zaterdag 12 december geeft Oenendijk de lezing Verleden, van Grachtengordel tot Belmer, bij de Volksuniversiteit Amsterdam. In deze lezing staat de geschiedenis en ontwikkeling van de Amsterdamse stedenbouw centraal. Hoe is Amsterdam van klein typisch middeleeuws stadje uitgegroeid tot een beroemde metropool, zoals menig toerist deze nu kent? Meer informatie over dit evenement kunt u vinden op de website www.vu-amsterdam.nl. De blauwe envelop gaat van de deurmat verdwijnen. De Belastingdienst wil namelijk alles digitaal gaan doen. Vooral ouderen lijken niet enthousiast te zijn over de plannen. Verslaggever Iris de Rooij ging de straat op en peilde de mening van de senioren. Dat vind ik vreemd. Ik bedoel, je hebt ook mensen die geen computer hebben en die moeten dan ook maar zien hoe ze alles doen. Voor mij is het geen probleem, maar ik denk voor veel mensen wel. Ja, we moeten al zoveel onthouden. Je krijgt allerlei soorten pincodes erbij en al die flauwekul dus meer. En dan zit je nog te sodemieten met je belastingpapieren ook. Ten eerste, ik heb geen computer. Dat kan ik niet tegen. Dus moet ik aan de kind, kijk jij eens op de... Nee, ik wil gewoon die blauwe envelop hebben. Ja, je zal met je tijd mee moeten, dus het is niet anders. Gewoon doen en ik zie wat er allemaal gebeurt. Ze willen het wel in een fase van 7 jaar doen, zodat mensen langzaam kunnen gaan wennen. Denkt u dat dit voldoende tijd is? Voor de generatie die zeg maar nu een jaar 60 is, zal dat lukken. Maar iemand die nu al over de 70 is? Nee, dat denk ik niet. Nee, 7 jaar lijkt me heel goed. Nou, dan ben ik al 92. Nee joh, nee. Laten ze het maar gewoon doen, hè? Voor mensen die dat graag willen. Hè, want ja. Ik woon op een flat, daar wonen zoveel ouderen. Nou, die zitten er allemaal mee, dus alles komt naar mij toe. Wat moeten we doen? Ik zeg, ik geef wel een telefoontje voor jullie. Mm-hmm. Het is te moeilijk. En bent u niet bang voor hackers en de privacy? Nee, nee. Daar ben ik niet bang voor. Niks is veilig, ook niet op internet. Nee. Men kan niet 100% of 1000% garanderen dat het veilig is. Ik vind het wel prettig dat hij niet per brief komt. Want ook de post laat er wel eens aan weten. Bent u handig met de computer? Nee, hadden vroeger nee. Ik heb een oude schrijfmachine, die heb ik nog staan, maar computer niet. Op zo'n kiekdoos? Nee, daar hou ik helemaal niet van. Op mijn leeftijd, dan moet ik met computers, met al die flauwekul, niks. Heb ik niks mee. Helemaal niks. Dus als u meer met de computer zou moeten gaan werken, wordt het niks? Dat weet ik niet, ik heb het nooit geprobeerd. Zou je het wel willen leren? Nee, niet meer. Nee, op je leeftijd nou, nee. Ik neem liever een borreltje en een pilsje. Nou, geniet van een borreltje en een pilsje. Op uw leeftijd mag het. Als ik me niet aan de stuur ga zitten. Nee, precies. Nog een fijne middag. Ja, tot ziens, hè. Vanavond en vannacht klaart het steeds verder op. Het koelt af naar zo'n 7 tot 8 graden. Morgen start de dag met wat zon en vanuit het westen neemt de bewolking toe. En er trekt een regengebied over de regio. Het wordt ongeveer 12 graden bij een zuidwestenwind die wat krachtiger kan worden. Dit was het RTVA Nieuws van maandag 7 december. Morgen om 7 uur zijn wij weer. Graag tot dan!